Vandaag gaat FIFA 23 bepalen welke eredivisieclub er kampioen van Nederland wordt. En de regels zijn als volgt. Elke club heeft zijn eigen stuk land en het eredivisierad bepaalt welke club er gaat spelen. Daarna draaien we aan de kompas om te bepalen welke club de tegenstander wordt. De computer speelt de wedstrijd en de winnaar neemt het stuk land over van de tegenstander. En uiteindelijk blijft er één club over en dat wordt de kampioen van Nederland. En dat betekent dus dat we voor het allereerst aan het Rad van Fortuin gaan draaien. We drukken nu op de spatiebalk en welke club gaat er dan als eerst starten in deze gruwelijke competitie? Het wordt niemand minder dan FC Twente, nee, RKC Waalwijk. En de tegenstander gaat bepaald worden met het kompas. Wie wordt het dan? Het komt uit het noordoosten. En als we dan op de map kijken, zien we dat dat niemand minder dan Vitesse uit Arnhem wordt. Een gruwelijke eerste wedstrijd, als je het mij vraagt. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en laten we maar beginnen met deze gruwelijke serie. Ja mensen, pak de popcorn er maar bij, want hier zien we al de 1-0 van Vitesse door Baden Frederiksen. Niet veel later schiet Thomas Buiting de 2-0 binnen namens Vitesse. Daniel strekt hier de trucendoos open, legt hem af op vroeg, waarna Kramer hem, weliswaar binnenkant paal, binnenschiet voor de 2-1 en RKC dringt aan. En dit lijkt mij toch buitenspel. Eigenlijk doet het er niet toe, want ze missen, maar in de 84e minuut gebeurt het wonder. Boom, Doekili knalt de 2-2 binnen. En dan gaan we dus naar die golden goal toe, waar RKC eigenlijk totaal geen energie meer voor heeft. En in de verlenging creëert Vitesse twee enorm gevaarlijke kansen, waarna ze toch de 3-2 binnenknallen, wat groots gevierd wordt met de bank. En een soort onzichtbare barkruk die IE er weer in laat glitchen. Wat gebeurt hier nou weer? En met deze overwinning is Vitesse dus de eerste club die het stuk land overneemt van zijn tegenstander RKC. Wat een kraker van een pot in de eerste wedstrijd al. We klikken op de spatiebalk voor de tweede wedstrijd. De wielspin nummer 2. Welke club gaat er starten in wedstrijd nummer 2? Het wordt niemand minder dan SC Heerenveen, ja zeker wel. En de tegenstander, uit welke richting gaat de tegenstander komen? Dat gaan we nu zien. Het wordt... En als we op de map kijken, dan zien we dat dat FC Emmen wordt. SC Heerenveen tegen FC Emmen voor wedstrijd nummer 2. En vanaf de aftrap bepaalt Zivkovic gelijk de standaard van FC Emmen. Wat een bagger. Even later schiet Van Hooijdonk de eerste kans van Heerenveen gelijk raak. Waarna Emmen aan een schitterende aanval de 1-1 binnenknalt. Die overigens afgekeurd wordt voor buitenspel. In de tweede helft schiet Heerenveen uit de startblokken door er hier 2-0 van te maken. Waarna Emmen opnieuw scoort na een schitterende aanval over de rechterkant. Heerenveen creëert later nog één gevaarlijke kans. En Sven van Beek weet hier de corner in te knikken, wat de overwinning veilig stelt. En dus neemt Heerenveen hier het land over van het kansloze FC Emmen. Oké, wedstrijd nummer 3 en wielspin nummer 3. Wat wordt de volgende club die mag gaan spelen in deze gruwelijke competitie? Het wordt niemand minder dan Feyenoord. Nee, PSV. Eindelijk een topploeg. Let's go. En het kompas gaat bepalen uit welke richting komt de tegenstander van PSV. Hij komt uit het zuiden en dat is natuurlijk maar één club. Dan kijken we eventjes snel op de map en dan zien we dat dat hier Fortuna Sittard is. De enige club die zuidelijker ligt dan PSV. Dus wedstrijd nummer 3. PSV, Fortuna Sittard. En dan staan we hier aan de aftrap van de eerste kanshebber voor de titel. Die dit ook vlak voor rust bewijzen door deze schitterend uitgespeelde goal van Luc de Jong. Maar Fortuna doet verder niet onder voor PSV. En ik lach er nog om, maar hier schiet AliExpress Verratti van Fortuna de 1-1 binnen. Wat dus betekent dat we hier voor de golden goal gaan spelen. Maar toch is het PSV die de overwinning hier over de streep trekt door de goal van Luc de Jong. En daarmee neemt ook PSV zijn eerste stuk land over en ligt Fortuna ook uit het toernooi. Oké, mensen, als ik heel eerlijk had moeten zijn, hoopte ik wel dat PSV eruit geknikkerd werd door Fortuna. Maar dat had ik ook gewoon bij Ajax, Feyenoord en AZ. Helaas is dat niet gebeurd, maar we gaan wel spinnen voor de volgende wedstrijd. We drukken weer op die spatiebalk. Wat wordt de volgende club die mag gaan spelen? Het wordt niemand minder dan NEC. Nee, Vitesse weer. Weer Vitesse. Oh, maar die hebben net gespeeld natuurlijk. RKC eruit geknikt. Oh, trouwens, ik heb echt iets heel lijks van Vitesse liggen. Holy shit, mensen. Ik wist niet eens meer dat ik deze kaart had. Deze heb ik ooit een keer ergens gekregen. Check dit. Een Openda kaart van Vitesse met zijn handtekening. En wat ik ga doen, ik ga deze kaart gewoon weggeven. Laat in de reacties achter wie de titel gaat winnen. En ik ga onder de winnende reacties deze kaart verloten. Dus wie weet heb jij deze binnenkort wel op jouw deurmat liggen. Hoe lijp is dit? Voor de volgende wedstrijd draaien we opnieuw aan het Eredivisierad. En zien we dat Vitesse zijn borst nat maakt voor de Gelderse derby tegen niemand minder dan NEC. En dat betekent dat er een Gelderse derby gespeeld gaat worden. Vitesse trapt af en doet dit goed met opnieuw een goal voor Baden Frederiksen. Niemand minder dan Schöne geeft een steekbal op Tanale die hem hier overtuigend in de hoek legt. En hem overigens ook op een natuurlijke manier weer uit de hoek vist. Opnieuw wordt Vitesse gevaarlijk via Stefan Buiting. En ook Sillissen wil wat meer laten zien dan normaal. Maar het blijft dus 1-1 en we gaan dus opnieuw de golden goal spelen. En in de verlenging weet NEC de eerste kans op de paal te schieten, waarna Bero hier de winnen
Vitesse? Nee, laat maar. We gaan panels nemen. De spanning is om te snijden. Vitesse scoort zijn eerste panel, waarna NEC zijn eerste mist. Dan een goal voor Vitesse en een goal voor NEC. En Sillissen maakt indruk door te redden. En ook Houwe houdt de bal. Vitesse scoort. En NEC moet scoren om bij te blijven en doet dat. Daarna mist Vitesse en NEC scoort weer. En daarna werd Sillissen nog even ingeschoten. NEC mist ook weer en Sillissen doet hier niks. Opnieuw een goal van NEC, een misser van Vitesse. En dan scoort NEC en winnen ze de Gelderse derby en daarbij nemen ze het land over van Vitesse. Ja mensen, en als we nu kijken naar de map zien we dus dat NEC echt een mega stuk land heeft overgenomen van Vitesse. Maar dat maakt verder rest niet uit, ze hebben nog lang niet gewonnen. We klikken weer op de spatiebalk voor de volgende club die mag gaan spelen. En dat wordt niemand minder dan. Ik zeg elke keer, dat wordt niemand minder dan. Maar Feyenoord, dat is ook zeker geen mindere club. En die gaan het opnemen tegen een club uit het Noordoosten. En als we dan een map checken, dan zien we dat het hier Sparta uit Rotterdam is. Dus er wordt weer een Rotterdamse derby. Weer een derby trouwens. We hadden net NEC-Vitesse. Wedstrijd nummer 4, Feyenoord-Sparta. En als ik dan één pluspunt mag geven aan IE, zijn het toch wel deze prachtige kleedkamerbeelden voor de Rotterdamse derby. Zeg nou eerlijk. En ik moet zeggen dat Feyenoord enorm veel indruk maakt met als eerste deze kans van Timber. Niet veel later komt Sparta op voorsprong met een prachtig uitgespeelde aanval die uitbundig gevierd wordt. En let dan even op de tijd. Idrissi houdt hier de bal goed vast en zoekt de ruimte voor de paas, waarna Szymanski hem in de allerlaatste minuut binnenknalt. En zo gaan we opnieuw naar de golden goal. Maar in de verlenging gebeurde er niks en gingen we dus gelijk naar panels toe. Beide teams scoren er 3 en Feyenoord is de eerste ploeg die mist. En Sparta weet ook zijn 4e niet te scoren. Feyenoord scoort zijn 5e en dan is het aan Sparta. En dat betekent dus dat Feyenoord het weliswaar kleine stukje land van Sparta mag overnemen en doorgaat naar de volgende ronde. Je ziet dus mensen dat die kleine ploegen echt super veel kans maken om gewoon mee te doen in die titelstrijd. In dit geval maakt Sparta het Feyenoord echt super moeilijk tot in de penalties. Uiteindelijk wint Feyenoord wel, dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed, dat doet er nu nog steeds niet toe. We drukken weer op de spatiebalk voor de volgende ploeg die mag gaan spelen. En we zien in het rad dat dat gaat worden AZ uit Alkmaar, weer een topploeg. En de tegenstander gaat komen uit het noorden. En op de map zien we dan dat dat SC Cambuur wordt. Dus dit wordt wedstrijd nummer 5. AZ tegen SC Cambuur. Ja, en AZ trapt dus in eigen huis af. Terwijl het Cambuur is met het eerste gevaar van de wedstrijd. Maar AZ begint vlak voor rust ook 2 gevaarlijke kansen te creëren met Reinders en Carlson. In de tweede helft gebeurt er helemaal niks totdat Odkaart hier 1-op-1 gaat. En dat betekent dus weer een golden goal. Maar het is Cambuur dat aandringt in de verlenging. Met hier een goed uitgespeelde aanval die er net niet ingaat. En let dan even op de tijd. Want Cambuur lijkt ineens in prime Barcelona te veranderen met deze enorme kans op de lat. En daarna de weergaloze redding van Ryan. En dan zitten we in minuut 5 van de blessuretijd. En weet Cambuur hier met 1 keer raken nog steeds niet te scoren. Maar Ruiter de eerste weet te redden. Cambuur scoort. AZ weet aan te sluiten. Cambuur weer op voorsprong. En Jordi Klaas hier mist. De goal van Cambuur. En AZ sluit weer aan. En dan moet Cambuur hier scoren om te stunten in Alkmaar. Maar hij mist. AZ weet dan nog te scoren. En Cambuur scoort. En dat betekent dat Cambuur het stuk land overneemt van AZ. Let's go mensen, Cambuur wint van AZ. Dit vind ik zo top. Cambuur neemt dus het hele stuk land over van AZ. Laten we hopen dat we weer zo'n wedstrijd gaan zien. Een topploeg tegen een wat mindere ploeg. En laten we dan weer hopen dat de underdog gewoon met de winst vandoor gaat. We gaan naar de volgende wedstrijd. Klikken weer die spatiebalk aan. Wat wordt de volgende ploeg die mag gaan spelen? Het wordt niemand minder dan Ajax! En de tegenstander van Ajax komt uit het zuidwesten. En op de map zien we dan dat dat Excelsior uit Rotterdam gaat worden. Oké. We trappen hier af in de arena waar Excelsior de eerste mogelijkheid krijgt. Maar Ajax is de betere partij en met deze schitterende actie van Kudus schiet Berghuis de 1-0 binnen. En Ajax maakt de zakelijke 2-0 wat de overwinning oplevert. En het stuk land van Excelsior wat overgenomen wordt. Ja mensen, en zo zien we maar weer. Ajax wint hier gewoon met 2-0 van Excelsior. Daar kunnen we verder eens niks aan doen. We gaan gewoon naar de volgende wedstrijd. Het kan natuurlijk niet elke wedstrijd feest zijn. Dat moeten we ook in ons achterhoofd houden. We komen hier bij de volgende ploeg. En dat is niemand minder dan FC Utrecht. Oké. En die gaan spelen tegen een club uit het Noordoosten. En dan zien we hier op de map dat de tegenstander van FC Utrecht wordt Go Ahead Eagles. Utrecht neemt de aftrap en creëert wat kleine kansjes in de eerste helft. Waaronder deze van Doefikas. En de Eagles hebben de eerste helft werkelijk niks in te brengen. In de tweede helft krijgt Go Ahead deze mega kans. En iets later krijgt ook Utrecht de mogelijkheid. Bostokan waagt hier een poging van afstand. Waarna de kansen van Utrecht worden beloond met deze goal van Sander van der Streek. Toch krijgt Go Ahead een kans via het wippertje van Lindhorst. Maar dit pakt net niet goed uit. In de laatste minuut creëert Zo hier nog ruimte. Maar dan zit het geluk ook echt niet mee. Go Ahead verliest en Utrecht neemt het land over van de Eagles. Oké, mensen, ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik heb nog nooit zo'n saaie Eredivisie wedstrijd gezien. Een 1-0 in de 80ste minuut of zo. We gaan snel naar de volgende wedstrijd.
Even kijken, wat wordt de volgende club die gaat spelen? Het wordt niemand minder dan PSV opnieuw. Oké. En de tegenstander gaat komen uit de richting... Noord. Ik ben zo slecht in die kompas, terwijl het zo makkelijk is. Noordwesten. En dan zien we hier op de map dat het PSV tegen Feyenoord gaat worden. Dus er gaat sowieso een topploeg uit. Veel plezier met kijken. Ja mensen, wedstrijd nummer 9. PSV Feyenoord. Wat een wedstrijd moet dit worden. Feyenoord trapt af en is in de 5e minuut al gevaarlijk. En niet veel later creëert ook PSV een goede kans via Xavi Simons. Maar PSV is niet overtuigend met ook dit slechte schot van Til. Waarna Timber het op de heupen krijgt en hier de kans geeft aan Passau op de voorsprong. In de tweede helft draait Simons perfect weg, waarna Danilo de bal mist. En aan de andere kant wordt het schot van Luc de Jong net geblokt. Dan zitten we dik in de blessuretijd en krijgt Kukcu de allerlaatste mogelijkheid, maar hij mist. In de golden goal tijd zijn de kansen voor PSV. En uiteindelijk is het Luc de Jong die de winnende scoort. Laat trouwens even weten in de reacties waar we dit eerder gezien hebben. Wat een onzin. En PSV neemt ook het land over van Feyenoord. Oké, mensen, PSV wint dus de topper van Feyenoord. Eigenlijk hadden we dit natuurlijk al een beetje kunnen voorspellen aan de hand van de vorige wedstrijd van Feyenoord. Er komt sowieso een deel 2 aan. Dit waren de eerste 9 wedstrijden van deze serie. En de volgende 9 wedstrijden komen in de deel 2. Dus wil jij hier nou niks van missen? Abonneer hieronder op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog. Ja, een duimpje. En laat sowieso nog even in de reacties weten wie de kampioen gaat worden. En wie weet win jij dan wel deze gruwelijke Openda-kaart. Bedankt voor het kijken allemaal en tot de volgende. Later!